van het proces, dat zit hem in die verandering van toestand, van een begintoestand, van materialen bijvoorbeeld, van ruwe materialen, naar een eindtoestand van een gereed product of van een dienst die je bij een klant levert. Dat vind ik een belangrijk inzicht. Dat vond ik echt interessant. Het is misschien maar een verschil van teken, maar het legt het accent veel meer op dat proces die een eentoestand naar een andere toestand omzet. Dus dat vind ik interessant. Maar we zijn nog niet aan het grenzen. Ach ja, maar dat proces kun je op één manier doen, maar er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop dat je dat proces kunt uitvoeren. En het is interessant om je om telkens opnieuw de vraag te stellen van ja, zijn er geen betere manieren om van die begintoestand naar die eindtoestand te gaan? Want het enige waar de klant in geïnteresseerd is, is dat hij de juiste eindtoestand krijgt. He, dat staat dan heel mooi beschreven in het boek, want er is... In het boek zit er iemand die cursus geeft, die les geeft. En die heet, eens kijken wat die heet. Yves, weet jij het nog? Het is Yves. Yves geeft les. Dus ik ben hier de lessen van Yves aan het geven. Yves zegt, er zijn alternatieven voor die processen. En die alternatieven voor die processen, die kunt je gaan zoeken binnen uw onderneming. En daar heeft hij dan een woord voor, een dadeling. Ik heb al moeite om die woorden te onthouden, maar een dadeling. Maar je kunt die ook zoeken binnen uw eigen sector. En hoe noemen we dat, Yves? Kenneling. Een kenneling. Je kunt het ook zoeken buiten uw sector. En dan heet het? Grenzeling. Maar je kunt nog verder gaan. Er zijn nog twee stappen, maar dat is voor de volgende boeken, veronderstel ik. Of niet. Er komen nog boeken. In elk geval, maar de essentie van zijn betoog is dat je dus... Door goed naar dat proces te kijken en daar modellen van te maken, goede modellen van te maken met objecten en met functies die op die objecten ingrijpen. Want dat zijn de woorden die hij gebruikt, maar dat is een modeltechniek om dus een proces in kaart te brengen, om systemen daarin te zoeken of subsystemen te zoeken en dan op een heel systematische manier u af te vragen, ja, wat kan ik nu veranderen? Aan dat proces of aan die relaties tussen die objecten, wat kan ik daaraan veranderen om een beter proces te vinden, gebruikmakend van ideeën die elders gebruikt worden. Bijvoorbeeld in andere bedrijven, buiten mijn sector, of gebruikmakend van technologieën die daar elders gebruikt worden met succes, maar die ik eigenlijk niet gebruik of die wij niet gebruiken in onze sector. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg straks. Ik krijg punten op mijn manier van uitleg. Maar ik vond dat allemaal toch wel zeer interessant. En anders zou ik hier niet met het nodige enthousiasme erover vertellen. Volgende slide, alstublieft. En dus, grenzeling, daar onthoud ik van. Ja, het is toch een koppeling van doorgedreven ingenieursbenadering. Het is een ingenieursbenadering. We hebben zeggen dikwijls tegen elkaar. Ik ben ook ingenieur van opleiding. I'm an engineer. What's your problem? Dus we zijn ingenieurs. We hebben een bepaalde manier waarop dat we graag tegen de dingen aankrijgen. Systemen, modellen en dat soort dingen. En daar zit het boek vol van. Dat is echt goed. En innovatie van processen staat zeer centraal. Belang van technologie. En wat mij heel aangenaam verrast is, het gaat niet alleen over informatie en communicatietechnologie. Want als men vandaag praat over process re-engineering of... procesvernieuwing, dan denkt men bijna automatisch dat dat over ICT gaat. En Yves in zijn boek toont zeer duidelijk aan dat dat veel verder gaat dan alleen informatie- en communicatietechnologie. Het is een strenge, doordachte systematiek waarbij ik zeer goed de raakpunten herken met een beweging die ook al heel oud is, die uit Rusland komt, maar die pas recent terug aan het oppervlakte is gekomen. Dat is de TRIS-methodiek van verbeteringen aanbrengen in uw processen. En hij heeft het dan vooral over, en dat zijn zowat de hoofdpunten die ik onthoud, tijdmetingen. Hij heeft een heel interessante verhalen rond tijdmetingen en over hoe eigenlijk tijdmetingen moeten gedaan worden. Want tijd is heel belangrijk. Een van de belangrijkste karakteristieken van een proces is tijd. Doorlooptijd, procestijd, cyclustijd. Het gaat allemaal over tijd. Maar de basiscomponenten van tijd, ja, waar gaat je die proberen vinden? Hij heeft daar hele goede en interessante zichtpunten op en ervaringen mee. En dan maakt hij functional value maps. En als je het boek gelezen hebt, gaat je weten dat dat heel belangrijk is. En dan gaan we dan modelleren, die objecten en die functies. Gaan we dat automatiseren. En dan kunnen we ook naar grensoverschrijdende innovaties gaan. Dus dat is eigenlijk voor mij wat ik onthoud uit het boek. En dan, wat doe ik daar nu mee met lean en wendbaarheid? En dat probeer ik in deze slide te zetten. Ik heb daar lang over nagedacht. En ik vind dat de dadelingactiviteit,
om uw proces, dus van begin toestand naar een eind toestand te brengen, om dat te verbeteren binnen de grenzen van uw bedrijf. Dat is dadeling. Eigenlijk is dat min of meer wat Lean doet. Lean gaat kijken binnen zijn eigen context, binnen zijn eigen bedrijf en onderneming. Ik presteer met mijn proces op een bepaalde manier. Hoe kan ik het continu verbeteren? Maar eigenlijk ga ik niet heel ver buiten de grenzen van mijn bedrijf kijken. Ik probeer met de mensen onder elkaar te discussiëren en te praten van hoe kunnen we dit nu beter organiseren. En dat is een dadeling, dus daar zit dadeling. Maar waar zit dan grenzeling? Wel, grenzeling, als ik teruggrijp naar de eigenschappen van de wendbare organisatie, innovatieve oplossingen voor mijn klanten, geobsedeerd zijn daardoor, kennis gebruiken, samenwerking gebruiken, dan zit ik echt op een veel hoger niveau van veranderingen te werken. En dus ik vind dat grenzeling ideaal, voor mij een ideale methodiek is om binnen het concept van wendbaarheid onder te brengen. Dus met andere woorden, lief, ik heb voor u de boodschap, ik ben blij dat ik dit heb leren kennen, want wendbaarheid is veel softer en veel vager en veel minder gedefinieerd dan Lean. En nu heb ik tenminste een zeer goed element gevonden dat ik kan gebruiken om aan mensen duidelijk te maken wat wendbaarheid kan betekenen. Ik zei bijna wat grenzeling kan betekenen. Hè? Maar dus, ik heb nu een methodiek gezien, gelezen, begrepen waarvan ik zeg, ja, dat ga ik toch wel gebruiken om in de toekomst, als ik over wendbaarheid praat, om mensen in organisaties meer duidelijk te maken wat we daarmee bedoelen. En dus ik dank u voor deze zeer mooie bijdrage tot alles wat de mensheid al weet. Ik heb dat heel mooi samengebracht in een prachtig boek dat ook nog leuk leest. En we kijken uit naar de volgende boeken. Wat kunnen we nu verder doen om grenzeling te stimuleren? Ja, ik zou zeggen, lees het boek. Ik heb het ook gedaan. En ten tweede, ik wil nog vermelden, ik werk aan de Antwerp Management School ook. Daar ben ik verantwoordelijk voor alles wat met operations en supply chain excellence te maken heeft, alle programma's. En wij gaan een programma in gang steken dat gaat gaan over strategische procesinnovatie. Daar gaan we zeker de begrippen van grenzeling mee opnemen. Voilà. Ik dank u voor uw aandacht. Voor de volgende spreker heb ik al veel vragen gekregen. De volgende spreker is niemand minder dan Jan Hoed. En ik had direct de reactie van, dat is een persoon van smak. Zeg nee, een veel betere psycholoog. Namelijk Jan Hoed. Jan, alsjeblieft. Dank je. Dames en heren, ik ben inderdaad psycholoog, maar ik zal er nog iets aan toevoegen, Yves. Ik ben familietherapeut. En dat is een specialisatie, dat is een heel apart terrein binnen de psychologie. Psychologie is een zeer ruim terrein, maar ik ga dat proberen eenvoudig te houden vanavond. Op de kaft van grenzeling staat een merkwaardig zinnetje. In het rood. Durven denken buiten de sector. Ik begrijp daaruit dat er een grens is tussen binnen de sector en buiten de sector. Ik denk dat ik van buiten de sector kom. Alhoewel. Ik zal vanavond proberen een en ander te vertellen over wat ik denk toch raakvlakken te zijn. Mijn werkterrein staat ver af van de bedrijfswereld. En toch. In elk bedrijf werken er mensen. En waar er mensen zijn, is er psychologie. Op de achterkant van het boek schrijft Peter Leijman, en ik citeer, dat het boek doorspekt is met een vleugje psychologie. Een vleugje. Als ik dat boek lees, dan barst het van de psychologie. En jullie zullen wellicht wel zeggen, ja, maar dat komt omdat dat uw vak is. Dat is beroepsmisvorming. Ja, dat is beroepsmisvorming. Maar nogmaals,
Er is geen bedrijf waar mensen niet samenwerken. En waar mensen samenwerken, is er psychologie. Dat is een waarheid. Dat is een koe. Ik vind in dat boek verschillende facetten van psychologie terug. Ik zal dat kort even toelichten. Het boek is telkens geschreven vanuit het gezichtspunt van één, telkens per individu, van één van de, ik denk, een achttal personages. Elk hoofdstukje beschrijft telkens het gezichtspunt, de invalshoek van één personage. Je leert dus al lezend die verschillende personages kennen. Je leest wat ze denken. Je leest wat ze willen. Je leest waarnaar ze streven. Maar je leest ook waar ze aarzelen, waar ze onzeker zijn, waar ze twijfelen, waar ze bang van zijn. En dat is eigenlijk het traditionele terrein van de psychologie. Dat is de binnenkant van mensen. Dat is wat zich binnen in mensen afspeelt en wat je niet aan de buitenkant kunt zien. Nou, als we mensen goed kennen en we hebben geleerd om hun non-verbale signalen te lezen, dan kunnen we misschien wat veronderstellen over hun binnenkant. Maar pas zeker zijn we als mensen zelf vertellen wat er zich aan hun binnenkant afspeelt. En dat is nu het leuke van een roman. Wat we in het dagelijks leven niet aan de buitenkant van de mensen waarmee we omgaan kunnen lezen, kunnen observeren. Dat leren we in een roman, omdat een roman beschrijft wat er zich aan de binnenkant van mensen afspeelt. Maar het boek gaat over meer dan alleen de binnenkant van die mensen. In het boek lees ik ook wat mensen aan elkaar zeggen. En dat is buitenkant. Wat mensen uitspreken, wat mensen via woorden met elkaar uitwisselen, dat is gedrag, dat is buitenkant. Ook dat is het onderwerp van psychologie. Er zijn psychologische richtingen die zich gespecialiseerd hebben in gedrag van mensen, in de buitenkant van mensen. Datgene wat je dus van buitenaf kunt observeren. Ik vond dat heel boeiend om te lezen, vooral omdat ik daaruit ook begrijp wat mensen niet uitspreken. En als je het boek leest, dan sta je versteld van wat ze allemaal niet zeggen aan elkaar. Heel interessant. Nu, dat is allemaal psychologie, dat lees je het ganse boek door. De auteurs zijn duidelijk geen psychologen. Maar het is hun verdienste dat ze een realistische beschrijving geven over hoe het eraan toe gaat in een bedrijf waar men aan vernieuwing werkt. En die realistische beschrijving, want ik lees het echt als een boek dat schrijft, dat illustreert hoe het eraan toe gaat, niet hoe het ideaal eraan toe gaat, maar hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. En dat betekent dat de auteurs gekozen hebben voor complexiteit. Ze hebben gekozen om niet enkel technologie te beschrijven, niet enkel methodes, technieken, procedures.